De Koningskermis staat op een nieuwe plek in het Europapark in Alphen aan de Rijn. Sinds vrijdag zijn de attracties vanaf het middaguur tot laat in de avond geopend. Het is de eerste keer dat de kermis neerstrijkt in het Europapark. Vanwege nieuwbouwwerkzaamheden in het centrum van Alphen aan de Rijn is daar niet genoeg plek meer om de kermis te huisvesten. In september stond de kermis, die doorgaans voorafgaand en tijdens de Alphense Jaarmarkt wordt georganiseerd, op het parkeerterrein bij ARC. De Koningskermis is er tot woensdag 27 april, Koningsdag. De attracties zijn op die dag extra lang geopend, van 11 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds.